Eet je buiten of speel je in het gras? Opgepast, want er zijn waarschijnlijk wespen in de buurt. Veel wespen. Eten! Wespen houden van warm en droog weer, want dan kunnen ze veel rondvliegen. En omdat we al zo'n goed weer hadden in de lente, zijn er nu dus best al veel. Er zijn er superveel en vooral bij het ontbijt, want dan de choco dat is zoet, dus dan komt er superveel, maar echt mega veel wespen. En iedereen zit altijd stil of doet iets om de wespen te ontwijken en daarom is het echt lastig om te eten. Wespen steken pas als ze bang zijn, dus je blijft best zo rustig mogelijk. Dan doen ze helemaal niks en vliegen ze gewoon voorbij. Maak geen snelle of wilde bewegingen. Wespen zijn ook bang van luid kabaal. Niet gillen dus. Wespen doodmaken is ook geen goed idee, want dan geven ze een geur af waar weer nieuwe wespen naartoe komen. Dus we waren net aangekomen op het kamp en toen de rest was watermeloen aan het eten. En toen was ik opeens gestakt. Daar heb ik er heel veel ijs op gehouden en zo. Een wespensteek is niet leuk en soms zelfs gevaarlijk. Kijk dus altijd goed uit. Of er geen wesp in je glas of blikje is gevlogen en wanneer je op je blote voeten in het gras loopt. Dat zorgt niet echt als een pret weg is van tafel of gewoon van het kamp zelf. Dus we hebben altijd pret of er een wesp zijn of niet. En dan nog deze toptip. Voor je gaat eten kan je een potje confituur met wat restjes ver van de tafel zetten. Dan gaan de wespen daar suiker zoeken en heb jij er geen last van. Kijk, leuk dat je deze video bekeken hebt, maar als je nu nog slimmer wil worden, dan zou ik hier ook eens klikken. Doen, hè?